Ah, de Titanic. Misschien wel de meest romantische ramp die ooit plaats heeft gevonden. Paint me like one of the French girl. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. En ooit op een dag ga ik hem met mijn eigen ogen zien door een veel te klein plexiglas raampje vanaf een enorm krappe duikboot. Dat is mijn droom. Maar voor sommige mensen is dit niet eens een droom. Voor sommige mensen is dit namelijk een hobby. Blijkbaar zijn er al heel veel mensen bij de Titanic geweest. Een paar mensen hebben er zelfs tegenaan geramd met een duikboot. Oeps, sorry. Mensen hebben meer dan 4000 voorwerpen van de Titanic meegenomen. Stoelen, bestek, een menukaart. So, this is an actual menu from the Titanic. Er staat zelfs een deel van de Titanic in een casino in Las Vegas. We zijn gefascineerd door de Titanic. En met we bedoel ik een extreem kleine groep hele rijke mensen. Zoals James Cameron, de regisseur van een van de meest bekende films ter wereld. Misschien ken je de film, misschien hebben we er wel eens van gehoord. Hij heet Titanic. Daar komt nu verandering in. Want wat als ik jou zou vertellen dat ook jij naar het wrak van de Titanic zou kunnen duiken? Ik heb namelijk op AliExpress vandaag deze duikboot gevonden. Ik zie geen enkele manier waarop dit ooit fout zou kunnen gaan. Oké, dus de afgelopen week heb ik een soort obsessie ontwikkeld met de Titan. Dat is de duikboot waarin 5 mensen op 4 kilometer diepte naar het wrak van de Titanic gingen duiken om foto's te maken van roestend staal, denk ik. En normaal gesproken is dit een reis van een paar uur, dan kom je daarna gewoon weer bovendrijven. Maar dit keer waren ze opeens na 1,5 uur de communicatie met de duikboot kwijt. En toen 8 uur later besloot het bedrijf achter de duikboot alarm te slaan. En er volgde een week lang een zoektocht naar deze 5 mensen op een bizarre schaal. Er werd berekend dat ze voor ongeveer 4 dagen zuurstof hadden. Dus als ze op de bodem van de oceaan lagen, moesten we ze binnen 4 dagen vinden. De hele wereld kwam bij elkaar en zette een sprintje naar het wrak van de Titanic. En de Fransen, die namen zelfs een coole robot mee. De meeste zenders hadden 24/7 nieuws over de zoektocht. En 1 zender had zelfs een countdown voor wanneer deze mensen zouden sterven. Wat is. En toen op dag 2, goed nieuws, er is gebonk gehoord in de oceaan. En er is een hele grote kans dat ze nog leven. They'd picked up banging noises every 30 minutes coming from the deep. Likely signs of life have been detected. De zoektocht schaalt verder op. Amerika haalt vliegtuigen van stal waar ze sonarboeien mee in het water gooien. Iets wat ze sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebruikt hebben. De wereld zit op het puntje van hun stoel. Er zijn net 500 vluchtelingen verdronken voor de kust van Griekenland. En het redden van deze 5 miljardairs kan misschien net de push zijn die we nodig hebben om daar weer bovenop te komen. De coole Franse robot komt aan en duikt meteen naar het wrak van de Titanic. En dan, oh nee, er worden brokstukken gevonden. En dan volgt het ergste nieuws. De Titanic heeft meer dan 100 jaar nadat hij is gezonken op de een of andere manier nog 5 slachtoffers gemaakt. UAV Recon standing by. Repeat, UAV Recon is. De coole Franse robot vindt de duikboot terug in stukjes. Er is een implosie geweest. En de 5 inzittenden zijn binnen een paar milliseconden veranderd in een soort slijm. Hey mensen! De hele wereld valt op haar knieën en vraagt zich 1 ding af: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nee! Het is 2009. Stockton Rush richt samen met een businesspartner OceanGate op. Een bedrijf waarmee ze oceaantoerisme willen gaan aanbieden in onderzeeërs. Ze kopen samen een duikboot uit 1973 waarmee ze toeristen en wetenschappers lieten duiken. My name is Ben Haggerty, better known as Macklemore. I'm actually going to be going down underwater in that sub. Mensen betalen tussen de $7,500 en $40,000 om mee te gaan in de duikboot. En de zaken gaan goed. Zo goed dat het tijd is om een eigen duikboot te gaan ontwerpen. Samen met de Universiteit van Washington ontwerpen ze de Cyclops. Een duikboot die 200 meter dieper kan en een enorm raam heeft aan de voorkant. Maar Stockton wil dieper. Hij weet dat als hij tours naar de Titanic aan kan bieden, dat mensen daarvoor in de rij gaan staan en dat hij daar goud geld voor kan vragen. 1 probleem, de duikboot die ze nu hebben, die kan maar 500 meter duiken en de Titanic ligt op ongeveer 4 kilometer diepte. Er zijn al duikboten die zo diep kunnen duiken, maar die zijn dus fucking duur. Fuck it, zegt Stockton. En hij besluit om zijn tweede duikboot helemaal anders te maken. In plaats van staal of titanium, een materiaal wat heel duur is, maar wat wel de druk aan kan, gebruiken ze koolstofvezel. Een heel sterk materiaal wat niet helemaal geschikt is om een duikboot mee te bouwen. Als er namelijk 1 klein scheurtje in ontstaat, dan flikkert het hele materiaal uit elkaar. Nou en, denkt Stockton. En hij koopt van vliegtuigmaker Boeing een stuk carbon fiber wat ze met korting wegdoen
omdat het niet meer geschikt was om vliegtuigen mee te maken. Wat vet dat je dan met korting hebt gekregen, omdat je er geen vliegtuigen meer mee komt. Zullen we een duikboot van maken? Zullen we er nu een duikboot van maken? En nog iets waar ze op kunnen besparen is de veiligheid, vindt Stockton. Hij spreekt uit dat je maar zoveel kan doen voordat het irritant wordt. At some point, safety just is pure waste. Ga dan helemaal je bed niet meer uit als je veilig wil zijn. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed. Don't get in your car. Don't do anything. Yeah. At some point you're going to take some risk. And it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules. Toch zijn er helaas allemaal regels en eisen waar een duikboot aan moet voldoen. Maar daar hebben ze ook wat op bedacht. Want als ze varen in internationale wateren, waar dus de Titanic ligt toevallig, dan gelden er helemaal geen regels. Een van de werknemers van OceanGate die ziet dit allemaal gebeuren en die trekt aan de bel. Ze hebben bij OceanGate namelijk besloten om de duikboot niet te testen en gewoon in één keer in het water te neuken. En deze persoon was ook tegen het gebruik van de vlambare materialen aan boord. En Stockton die gaat hier prima mee om. Hij zegt, hou je bek en je hebt 10 minuten om het pand te verlaten. Maar dit allemaal weerhoudt Stockton niet van het vervullen van zijn droom. OceanGate blijft bouwen aan de duikboot. Ze vinden een Logitech-controller uit 2010 waarvan ze denken, deze is perfect om het hele apparaat mee te besturen. We run the whole thing with this game controller. Come on! En ook bedenken ze een aantal manieren om de Titan zwaarder te maken, zoals willekeurige stukken metaal aan de onderkant hangen. Na een paar jaar bouwen is de Titan eindelijk af en ready om mee naar de Titanic te varen. ID christen Titan. Een ticket kost $250,000, maar dan heb je wel de ervaring van je leven. Misschien wel de laatste ervaring van je leven. Wil je een tour? Wil je een tour? Zullen we een tour doen? Laten we een tour doen van de duikboot. Hey, als je toch $250,000 betaalt, kan ik je net zo goed even laten zien waar je de komende paar uur de Titanic gaat zien, of niet? Je komt binnen aan de voorkant en je ziet meteen het gedeelte waar je de komende 8 tot 12 uur met 5 andere mensen opgehoopt zit. Hier aan de voorkant is ook het kleine raampje waardoor je misschien de Titanic gaat zien. En hier is ook het toilet. Als je het een toilet mag noemen. Aan de bovenkant hangen handvaten die volgens Stockton gewoon van de Gamma komen. I got these from Camper World. En aan de achterkant zit het controlepaneel van de duikboot. 3 verschillende Windows-computers die onhandig naast elkaar gepositioneerd zijn. Kijk, misschien is het omdat ik geen miljardair ben en niet denk dat ik onsterfelijk ben. Maar ik had aan de promo-video's van OceanGate alleen al gezegd, nee, dank je. Oh, wil je mee naar de Titanic in dit blikje wat ik gemaakt heb? Nee, dank je. Nee hoor. Maar blijkbaar waren er dus best wel veel mensen die dit zagen. De promovideo's en zo. En die dachten, weet je, waarom ook niet? YOLO. En vanaf 2021 maakte OceanGate trips naar de Titanic met betalende passagiers. En dat ging precies zoals je denkt dat het zou gaan. Oké, dus nog voordat je de duikboot überhaupt mag zien, moet je een document tekenen waarin staat dat het helemaal je eigen risico is om mee te gaan in dit experimentele vaartuig. Experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma or death. Where do I sign? Als je expeditie begint, zit je eerst 8 dagen op een boot en ben je vooral afhankelijk van het weer of je überhaupt de Titanic gaat zien of niet. Gelukkig hebben ze daar wat op bedacht. Ze checken namelijk buienradar elke dag. En dan mag je, nog voordat je iets gedaan hebt, een vlag ondertekenen en alvast vieren dat je er bent of zo. In de dagen dat je niet gaat duiken heb je alle tijd om het schip te ontdekken, wat er allemaal best luxe uitziet. Je krijgt een eigen slaapkamer, er zijn ruime badkamers en je mag zelfs gratis koekjes pakken. En mocht je niks te doen hebben, dan worden passagiers ook vaak gevraagd om te helpen aan het onderhoud van de Titan. Mensen die niks weten van duikboten, of misschien zelfs nog nooit een boor vast hebben gehad in hun leven of zo, die worden nu gevraagd om te werken aan het onderhoud van een voertuig wat jou veilig moet houden op 4 kilometer diepte. Yeah, it looks like it's put together with a piece of string, but it's not obviously. But it's exciting. Dan moet je opstaan om 5 uur 's ochtends. It's about 3:30 in the morning. Krijg je 2 broodjes en een koekje in je handen gedrukt en maak je je klaar om te gaan duiken. En vandaag is het zover. Je gaat de Titanic zien. Misschien. Heel misschien zelfs. Want 9 van de 10 keer kwam de duikboot niet eens van het platform af. Vaak gaat het binnen de eerste 300 meter fout en moeten ze terug naar de oppervlakte. Apparently those floats there came off the platform and that wasn't supposed to happen. So we're scrubbing? Yeah, I think that's the consensus up here. De eerste keer dat ze gingen duiken werkten de motoren niet meer en bij meerdere keren werkten de communicatiesystemen niet. There were communication problems on every
trip I've taken of the 4 separate dives. Bij een expeditie voor degene waar het fout ging, waren ze de Titan zelfs 5 uur lang kwijt. En hebben ze het internet op de boot uitgezet, zodat niemand erover zou tweeten. Geen zorgen, zegt Stockton. Onze Titan is misschien niet gecertificeerd of onderzocht of gekwalificeerd door een andere partij dan mijzelf, maar hij is 100% veilig. Als je het voertuig instapt om te vertrekken, wordt de voorkant vastgemaakt vanaf de buitenkant met 17 bouten. Dat zouden er 18 moeten zijn, maar Stockton vindt de 18e te hoog zitten, dus die maken ze nooit vast. There are 18 bolts in a circle around the hatch, and by the way, they only fasten 17 of them. The 18th one is way up high, and they say there's really no mathematical difference. Er is ook geen enkele manier om de duikboot vanaf de binnenkant open te maken. Dus stel dat je verdwaald raakt aan de oppervlakte of zo nadat je boven komt, dan zit je in 's werelds duurste slowcooker. De Titan kan zelf niet duiken, dus er moet een heel platform onder water gelaten worden zodat hij los kan komen en vertrekken. En dat wordt gedaan met behulp van duikers die getraind zijn op het maken van extreem vage handgebaren. You ready for unlock? Or are we unlocked? Is he saying we are unlocked or are we okay. ready for unlock? Maar als je dan los bent van het platform, dan is het eindelijk zover. Je kan met z'n allen door een extreem klein raampje 2 uur lang kijken hoe het langzaam donker wordt buiten, terwijl je 4 kilometer lang naar beneden valt, naar de oceaanbodem. En dan zou je denken dat het gelukt is en dat er verder niet meer zoveel kan gebeuren. Maar bij een van de expedities hadden ze van tevoren een paar van de motoren verkeerd omgeïnstalleerd, waardoor de duikboot op 4 kilometer diepte alleen maar rondjes kon draaien. I don't know what's going on. Am I spinning? Yes. I am? Yes. Looks like it. Now you're going north. They swapped out one of the thruster motors. So they mounted it the wrong way? En Stockton moest bellen met de vraag, hoe remappen we de controls op de PS3-controller? On the dive right now, looking to see if there's a way to remap the PS3-controller. Thanks. Hadden ze toch maar zo'n Joy-Con of zo'n Kinect gebruikt om dat schip te besturen, hè? En dan, als je al deze obstakels bent overkomen, kunnen we eindelijk genieten van het wrak van de Titanic. Wauw. Dat is roest. Dat is heel veel roest. Dat is vooral roest. Dat lijkt alsof hij er al 100 jaar ligt. Er werd mij verteld dat Leonardo DiCaprio hier zou zijn. Ik heb het idee dat ik opgelicht ben. Hallo? Uiteindelijk heeft het gebrek aan veiligheid en voor de passagiers dan het gebrek aan het kunnen zien van een kilometerslange rij met rode vlaggen ervoor gezorgd dat de duikboot is geïmplodeerd en dat er 5 mensen om het leven zijn gekomen, waaronder Stockton, die zelf ook in de Titan aanwezig was op het moment dat die implodeerde. OceanGate heeft meteen het kantoor gesloten en hun website offline gehaald, waar dingen op stonden zoals deze blogpost, waarin ze uitleggen dat de veiligheidschecks niet nodig zijn. James Cameron liet weten dat hij meteen al wist wat er gebeurd was, omdat het Amerikaanse leger blijkbaar overal microfoons op de bodem van de oceaan heeft en de implosie al gehoord hadden of zo. Dit is ook meer vragen dan dat het antwoorden oplevert, hè? Deze week hebben ze de overblijfselen van de Titan opgetakeld voor onderzoek. Ze hebben de voorkant en wat delen van de achterkant teruggevonden. Op Twitter verschijnen er allemaal berichten van bekende mensen die eigenlijk mee zouden gaan, maar last minute hebben afgezegd, zoals Mr. Beast. Terwijl dit allemaal gaande was, terwijl de zoektocht naar deze mensen gaande was, zat de stiefzoon van een van deze mensen gewoon te feesten. En zeg maar, dan had hij 1 tweet waarin hij zei, bid voor me, en een andere tweet waarin hij tegen een model zei, wil je op mijn gezicht zitten? Heeft niet heel veel met de duikboot te maken, maar was wel raar. Laat in de comments weten waar de volgende deep dive video over moet gaan. Hier in beeld staan de vorige deep dives over de Bellinga's en over de Dutch YouTube Gathering. Dankjewel voor het kijken en doei.